Voor mensen met een beperking is het niet vanzelfsprekend om een vakantie op een boot door te brengen, hoe graag ze dit ook zouden willen. De Adon biedt rolstoelgebruikers de mogelijkheid om geheel zelfstandig een vakantie op het water te vieren. De boot ligt vandaag en morgen aan de Sluiskade. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen op dit bijzondere schip en informatie krijgen over de bootvakantie. Je huurt het schip met een gezelschap, je krijgt de sleutel en je gaat gewoon een week weg. En met dit schip kan dat heel goed, omdat je alles aan boord hebt, inclusief voorzieningen, hulpmiddelen, liften, noem maar op allemaal. Het schip heeft meerdere rolstoelliften, roer en aanrecht zijn verstelbaar en er zijn tilliften en speciale sanitaire voorzieningen. De Adon is van alle gemakken voorzien om een gezelschap van 8 tot 10 personen een onbezorgde vakantie te bieden. En dat zonder begeleiding. In principe niet. In principe is dit schip gebouwd om zelfstandig te kunnen gaan varen en een vakantie te gaan vieren. En dat zien we ook wel aan onze klanten. Dat zijn mensen die zelf een boot hebben of op een boot gevaren zijn ooit. Ook binnenvaartschippers die dan familieleden hebben of zelf in een rolstoel zijn gekomen en dan toch graag op het water willen. Er kwamen al een aantal bezoekers op de open dag af. Anneke Diederik keek vol verbazing rond en vond het schip erg leuk. Wat ik er zo leuk aan vind, dat we daardoor ook weer meer mogelijkheden krijgen. En dat het niet bekend was. En dat je nu weer een heel groot netwerk kunt maken voor allerlei leuke dingen. Na de rondleidingen is er natuurlijk de mogelijkheid om volgend jaar op bootvakantie te gaan. Onze horizon wordt enorm vergroot en verspreid. Dus we krijgen steeds mooiere kleuren in ons leven met zo'n boot. Geweldig om dat ook mee te kunnen maken. De boot ligt morgen nog aan de Sluiskade en gaat vrijdag weer terug naar Lemmer.